Je hebt oprecht geen Twitter, want dat account die is mij op Twitter voor van alles aan het uitmaken en die wordt overal aangesproken door iedereen als zijnde Paulus. Maar ik heb serieus getwitterd, want dat gebruik ik niet. Het enige dat ik gebruik is Discord, Instagram en TeamSpeak soms. Dus. Ja, maar toch heeft het account zuivere like en zijn de mensen jou aan het taggen. Hé, Paulus, alles goed? En sterker nog, het account is onderaan te reageren. Ja, kan ook naam veranderd worden hoor, maar ik heb serieus geen Twitter. Ah, weet je, kijk, mij hoef je niet te geloven, maakt maar niet uit als je me bent of zo hoor, maar. Nee, daar gaat het me helemaal niet om. Het is niet dat ik denk van hey, ik vind het leuk om iedereen maar te bellen. Ja, weet je. Maar ik laat me eigenlijk ook niet voor een stuk stront uitmaken op Twitter natuurlijk. Ja, dat begrijp ik, maar ik heb geen Twitter, serieus. Ik gebruik nooit Twitter. Omdat ik het ten eerste niet snap. En ten tweede, nou, ik heb er niks mee. Ik heb het niet nodig. Nee. Ik heb serieus gewoon geen Twitter. Je mag een PC controleren zelfs als je wilt. Je mag gewoon op TeamViewer op een PC. Je gaat geen account of iets op Twitter vinden. Nee, daar gaat het me niet om. Ja, ik heb oprecht geen Twitter. Welk account speel je nu? Welk account ik speel? Ja, welk account speelde je? Oh, nou, ik speel niet echt meer. Ja, ik speelde Ah, soms wel vroeger. je was alweer eens geband, zie ik. Ja, maar dat was wel echt onzin. Weet je wat er gebeurde? Ik kan wel even uitleggen. Er was er. Mijn meldkamer werd ik opgesloten. Dus ik was daar en ik zei tegen hem dat hij mijn hond was. En daarvoor ben ik geband. En toen zei hij staf er niks van. Ik heb helemaal niks gekregen qua waarschuwing. Er is gewoon niks tegen me gezegd dat niet mocht. Dus vervolgens. Komt een maat van mij, Koelkast, een mattie van mij. En die zegt, die kan in de chat dingen zeggen, zeg maar. Want die heeft een bypass voor. Dus die zegt dan iets in de chat en dan wordt hij niet erop aangesproken. Vervolgens word ik twee later geband, terwijl iedereen in die chat toxic aan het doen was. En dan word ik in één keer weer geband. Nou, Paulus, ik heb je Ja, weet geunband je. omdat ik je deze keer geloof. Wacht, wat? Waar heb ik ze? Oh. Dus ik heb je ook die unband van die chatgedrag, die is daarmee overtroffen. Mocht ik erachter komen dat je het wel bent op Twitter, Paulus, dan krijgen we samen echt nog een stevige kluif met elkaar. Ja, is goed. Nee, ik heb oprecht dat. Ik heb oprecht. Oké, nou dan wens ik jou verder veel speelplezier. Jojo.